Er was eens niet zo lang geleden hier niet zo ver vandaan een tekkertje dat Pippi heette. Ze was een heel gelukkig hondje, helemaal toen in het dorp waar ze woonde een circus kwam. Daar wilde Pippi heel erg graag naartoe. Helaas moest ze van haar ouders niet naar de voorstelling gaan kijken. Haar vriendin El wist ook dat Pippi ervan droomde om naar het circus te gaan en daarom ging ze Pippi helpen. Ze pakte Pippi met haar stevige klauwen om haar middel en zo vloog ze samen naar de grote tent. Vanuit de lucht keek Pippi naar de grote rood met witte tent. Toen ze geland waren, kropen ze onder het tentdoek door en vonden een plekje waar niemand haar kon zien en waar de show heel goed kon zien. Pippi zag een koordanseres die geweldige kunsten liet zien op het koord. Ze zag clowns, leeuwen en ook olifanten. Die vond het geweldig. En de laatste act van die middag kwam ook veel te snel. Vier hondjes in blauwe balletpakjes kwamen op en lieten hun kunsten zien. Ze lieten zien hoe ze door koppels sprongen, op hun achterpoten liepen en zelfs een hondje reden op een kleine fiets. Jullie keken ogen uit en nog maar één ding. Dat wil ik ook. Helaas ging het circus ook weer weg. Nee. Uiteindelijk besloot Bibi om ook bij het circus te gaan. Maar daarvoor moest ze wel kunstjes doen. En daarom leerde ze die zichzelf. Ze oefende en oefende. Ze oefende op het schoolplein, op weg naar school, onder de douche, op haar kamer en zelfs in de tuin. Na een jaar kwam het circus weer terug. Bibi liet de kunstjes zien aan de circusdirecteur en die vond het zo geweldig dat hij haar meteen vroeg of ze mee wilde doen met de hondjes. En dat wilde Bibi maar al te graag. Vanaf die dag reisde Bibi de wereld rond in haar blauw balletpakje en leefde nog lang en gelukkig. Wauw!